zesde, Ricardo Nambe uit Kessel. Op de tweede plaats. Zo was het al de hele middag en zo blijft het ook in de finale. Ik ga er nou weer naar Kessel, kan die het bedreigen? Nee, ik heb 456, veel tolver dan Kessel. Ik heb deze lijn, ik heb 454, ik ga er nou weer naar Kessel. Op de tweede plaats. Dan een tijdje niks en dan zijn we pas bij de derde, vierde, vijfde, zesde enzovoort plaats. Duidt op een bepaalde supermarkt die dat dit seizoen is opgebouwd van. Vanaf de eerste koop. Een cadeau krijg je dan niet zo, het is 404. In de derde plaats is Jens van der Vossenberg en Ed. En het is Niels van Vogel, nummer 411 op de vierde plaats. De jeugdspecial in deze wagen staat, mag al van alles aan gedaan zijn. Je hoeft niet meer 100% origineel te zijn, daar mag al mee gewerkt zijn. Daar zit al een aangepaste bak onder van. En weet ik wat er allemaal meer mag. 456, tot over de Kessel aan het rijden. 454, ik ga doen af en het Kessel op 2. Hey Joebe! De doorgang hier van de laatste twee ronden. Maar ze moeten wel die achterblijvers inhalen en dat kan eventueel nog wel wat, voor wat problemen zorgen. Geef dan aan hoe veel overwicht te hebben dat ze zelfs in deze kom. Renners op een ronde achterstand kunnen zetten, zodat de krijg de zorg van de laatste ronde. Dat is hier het geval, dat is 55. Nieuwe stovers uit Kessel. De laatste ronde, wat moet je met de achterblijven? Ah, die maken netjes plaats, dat hoeft niet overigens. Hoef niet aan de kant, als je binnen doorkomt, dan ga je van buitenom. Dat kun je ook denken, maar... Dat kan best af en toe ingrijpend zijn, dat zal het nu niet zijn. 456, daar gaat hij, daar komt hij! Joost Bovens uit Kessel, sterk gewonnen! Tweede plaats 454, Ricardo Nambe uit Kessel. De derde plaats moet dan gaan aan nummer 404. En Jens van der Vossenberg uit Nijsselstein. En de vierde plaats aan nummer 411, Reefriel uit Rochel. Zie die boomschijf!